Wat gaan we doen? Wat gaan we doen vandaag? Kerstboom optuigen. Yes, eindelijk. Eindelijk gaan we de kerstboom optuigen. Hij staat hier al een hele week. Kerstboom. Maar ik kon hem niet... Kerstboom, ja. Ik mocht mijn huis niet verder verkesten, omdat ik dus opnames had met eigen huis en tuin. En dat komt pas in januari online. En dan is het heel gek als ik nog een kerstboom had staan. Dus we kunnen nu... Nu zijn we inmiddels ook alweer een halve week verder. En nu hebben we de tijd om eindelijk de kerstboom op te tuigen. Ik heb er heel veel zin in. Over 5 dagen is het Sinterklaas. Het is nu 1 december. 4 dagen is Sinterklaas. Dus ik vind dat we echt heel laat zijn voor ons doen. Maar ik vind het... Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Ja, dat gaan we dan zingen. Maar we gaan de kerstboom op tuigen. Ik heb nog geen idee hoe we gaan vullen. Maar we gaan eerst lichtjes doen. Al ready, Tiny? Oké. Oh, wacht. En voordat we lichtjes gaan doen... Ik heb net al een paar keer gezegd dat ze er nog niet op mag drukken, omdat ik zo benieuwd was hoe ze reageert. Ja, die wilde jij graag, hè? Ja. Oké, Sarah. Jij vond het vorig jaar helemaal geweldig. Kijk hier. Moet je hem zo even laten zitten. En dan moet je hierop drukken. Kom eens. Hier zo op drukken. Wat doet hij nou? Geef hem maar een kusje. Struisvogel. Inderdaad, dat is een struisvogel. Ja. Heel goed gezien. Nog een keer. Ah, dan druk je er nog een keer op. Ja. Leuk, hè? Kusje geven. Wil je nog een kusje geven? Hij geeft jou ook een kusje terug. Zag je dat? Ja. Ik ga hem ook een kusje geven. Ja. Oh. Lieve mama. Ik geef jou veel liever kusjes. Ja. En misschien hoor je het wel op de achtergrond, maar Hans is aan het schuren in de badkamer. Dus we moeten ook nog wat dingen in de badkamer afmaken. En ik wil heel graag de badkamers dit jaar in ieder geval af hebben. We hebben nog 4 weken. Maar dat lukt wel. Maar we moeten wel echt even, ik wil nu gewoon even echt klaar ermee zijn. Nog een keer. Nog een keer? Ja, doe maar. Ik word er nog niet gek van, dus mag nog. Ja, kusjes even. Je kan hem zoveel kusjes geven als je wil. Lieve. En ik ook een kusje, lieve Zara. Mwah. Het grappige is dat ik deze heb toegestuurd gekregen van een van jullie. Echt zo lief. Volgens mij 3 jaar geleden. En sindsdien, elke kerst is die hier beneden. Voetjes. Voetjes, ja. Mooi. Ja, hè? Hey, hij lijkt wel een beetje hetzelfde pakje als jou aan te hebben. Zie je dat? Struisvogelbeer. Sarah beer, mama beer, struisvogelbeer. Ja. Ja. Even kijken hoor, wat we allemaal hebben. We hebben versiering. Heel veel witte ballen. En... Oeh, deze vind ik echt de allermooiste. Oh ja, deze is ook heel leuk. Hey Sarah, trek eens aan het touwtje. Ja. Worden jullie al gek van het muziekje? Trek maar een touwtje. Ja! Oh, je schrok ervan. Nee. Nee, vind je het niet leuk? Nee. Het is een beetje eng. Ja. Het is heel leuk bedoeld. Dit wil ook aan. Ja, die gaan we er ook allemaal in hangen. Oh, en deze. Dit is ook super leuk, want hier staan onze namen op. Charlie en Sarah. Dit. Deze zijn heel schattig. Dit is dat. En een beertje. Dit is dat. Dat is een rendier. Ja. Oké, we gaan even kijken wat we nog meer hebben. Of heb ik nou alles al... Nee, deze doos nog niet. Wat zou er in deze doos zitten dan? Nee, even niet. Oh ja, gouden ballen. Alright. Dankjewel, Sarah. Ja. Oké, maar we gaan eerst de lichtjes doen, alright? Ja. Leuk hè, Sarah, de kerstboom optuigen. Ja.
Papa, die moet hem helemaal symmetrisch hebben, hè? Hier, mama. Kom maar. Ik vind hem wel mooi zo. Zullen we hem gaan versieren? Maar ik vind hem wel mooi. Ik denk dat we wel klaar zijn. Hans, we zijn nu een uur later. Hans, we zijn vorige week begonnen met het optuigen van die ballon. Ik denk echt dat je dit nu moet zelf laten. Heb je hier wel eens over gepraat met een therapeut? Even een slaapshow doen van ons tweeën. Ja, doe even alsof we aan het slapen zijn. Ja. Ogen dicht. Kun je ogen dicht doen? Ja. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas time. Alright, nou, het huis is een beetje versierd. Ik moet alleen nog heel veel opruimen. En ik wil ook nog echt wat op de piano zetten. Want ik heb nu een beetje zo half wat dingen neergezet. Maar dat wil ik nog een beetje gaan stylen. Hier, kom maar zwaaien. Zwaai maar. Hallo. Hallo. En ik heb daar nog... En een koninginnetje. Ik heb daar nog een gingerbread slinger neergehangen. Opgehangen. En dat was het wel een beetje. En Hans is aan het koken. Wat ben je ook weer aan het maken? Je bent een... Soep aan het maken. Een kokosnoedelsoep met kippenij. Hij ruikt wel echt heel erg lekker. Oh ja. Jawel. Ik denk dat je dit heel lekker vindt, schatje. Ik denk het echt. Je zegt, echt pink me lekker. Je bent geproefd, man. Hij ruikt echt heel lekker, Sarah. Dat dacht ik. En zondag is wel een beetje soepdag. Ja. Wat? Proeven? Ja, je mag ook proeven, schatje. Ik ga even borden en zo op tafel zetten en dan... Dat is wel grappig. We hadden... Bij HelloFresh hadden we de gerechten niet uitgekozen. Sterker zelfs, we wisten niet dat er een box kwam. Hans was hem vergeten te pauzeren. Dus we hebben nu allemaal gerechten die we niet hebben uitgekozen. Maar daardoor hebben we ook alweer dingen die we anders niet zouden kiezen. Meestal kies ik geen soep en zo, dus ik vind het wel leuk. Je moet maar positief bekijken. Ja, ik vind het hartstikke leuk, Hans, dat je hem vergeten hebt te pauzeren. Ja. En dat onze hele koelkast al vol lag met eten. Ik vind het hartstikke leuk. Hadden we een keer weekboodschappen gedaan? Ja. Ja. Alright. Ja, ik ga even borden en zo doen. Roept u maar, wat vinden we ervan? Bordje warm. Nee, het bordje is niet warm. Ik vind het wel lekker. Ja? Mm-hmm. Echt? Ik vind het wel lekker dat hij net een beetje pittig is, maar niet super pittig. Oké. Okay. Ik vind hem heel lekker. Oké, okay, we hebben de vlog helemaal niet meer afgesloten, dus dat ga ik dan nu even samen met jou doen. Nu. Hans heeft net Charlie uitgelaten, ik ben mijn make-up aan het afnemen. Hans, we hebben altijd een beetje aan 's avonds een vaste verdeling. Hans die laat Charlie uit. En ik ga ondertussen alles afsluiten beneden, rolluiken naar beneden. Ik doe de vader vast inruimen, ik ruim alles op. Zodat als je thuis komt, en dan lig ik al in bed hè, als jij thuis komt. Dat is wat jij hoopt. Oh, dat zou echt dat is wat een jou... droom zijn. Maar hij komt al thuis en dan... Dan ligt hij vanaf en dan nog steeds op de bank. De meeste kijken we naar televisie een beetje vlak voordat we gaan slapen. En dan ga ik de hond uitlaten. En dan, dat is wel een beetje de cue van... Ja, jou, in ieder geval, ik ga naar bed. Wat jij dan gaat doen, whatever. Dus ik heb Charlie uitgelaten en ik kom thuis. En Sifra die ligt nog op de bank en die is gewoon nog aan het werk. Meestal, die is gewoon al begonnen met werken.
Dus dan doe ik alle rolluiken naar beneden, ga ik alles op slot doen, geef ik Charlie nog eten en drinken. En dan ga ik je de keuken opruimen en dan ga ik de afwas inruimen. Drinken doe ik meestal. Ja, dat is wel waar. Drinken vaak vergeet ik zijn eten en drinken, dat klopt wel. En dan ga ik tanden poetsen tegenwoordig ook beneden, omdat we boven nog niet helemaal klaar zijn. Pak even een doortje. En dan ga ik wat dingen naar boven brengen, een beetje opruimen hier en daar. En ondertussen is Shiva alweer bezig. Ja, met werken bedoel je, of? Nee, die rent ook even. Ja, nee, Shiva is helemaal niet bezig. Shiva is nog steeds, die zit nog steeds op de bank, want die is aan het werk, nog steeds. Of niet aan het werk, maar in ieder geval niet aan het afsluiten. Nou, soms ben ik ook niks aan doen, maar vaak ben ik wel even snel aan het werk. Dan denk ik, ja, ik kan wel even snel mailen. Wat ik eigenlijk kijk, zeg maar, I assess the situation. Wat moet ik doen om op het moment dat Shiva besluit naar bed te gaan en ik dan dus al niet meer ben, haar niet het gevoel te geven dat zij allerlei rotzooi moet gaan opruimen. Dat ik alles moet doen. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet alles doen, want ik denk, ja, dag, helg met je reet lekker op de bank, jij mag straks ook wel iets doen. Dus die hoeveelheid werk doe ik. Oké, okay, Hans, je hebt 17 minuten om je verhaal af te maken. Ja. Nou. Het begon eigenlijk toen ik jong was, Hans. Nee, mensen, want Hans, we verliezen views. Oké, okay, maar dat was het. Mijn verhaal was al klaar. Oh, oké. Okay. Nou goed, ik zal voortaan wat vaker... Ja, jij wil gewoon niet dat ik... Ik zal niet in bed liggen als jij komt, maar ik zal wel wat vaker stoppen met werken, oké? Okay? Maar ik wil gewoon... Ik vind het wel fijn om even snel mailen en zo. Ja, maar dat vind ik dus niet erg, hoor. Oh, oké. Okay. Daarna houden we het gewoon zo. Dan vind ik het wel fijn als jij iets meer doet s'avonds. Dus bijvoorbeeld iets meer nog opruimt voordat we gaan slapen. Nou, ik hou heel erg veel van je. Dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond weer om te zien. En tot snel weer. Doeg! Bye bye!